Zo, hallo en een hartelijk welkom hier allemaal. We zijn in Heel op de kermis, de voorjaarskermis in Heerlen, die is van start gegaan. En ik wil natuurlijk een paar mensen van harte welkom heten. En dat is natuurlijk Tikkie. Tikkie, een trouwe volger van mij. Die wil ik hartelijk welkom heten. John Smit, ook hartelijk welkom. En natuurlijk Tom. Ik hoop dat je deze video straks ziet. Hartelijk welkom. We zijn hier natuurlijk op de kermis in Heerlen. En we gaan natuurlijk kijken naar de attracties. Zelfs ook de nieuwe achtbaan hier van Boerwalda, wat er staat. Wat ik niet eerder heb gezien, maar die staat dus wel hier op de kermis in Heerlen. Ja, zoals je ziet, zie je dan de Time Machine Coaster van Boerwalda hier op de kermis. En dat is een spinning coaster. Hij gaat al helemaal los. En dat is werkelijk gewoon fantastisch. Daar komen de eerste ritten al langs. Met de mensen erop. En dan maakt deze attractie wel heel erg leuk om te doen. Moet je kijken. Hop, naar boven toe. En natuurlijk langs alle dingen. En hoppa. Een rondje hier. Een rondje daar. En dat maakt het wel fantastisch leuk hier. Een ontzettend leuke achtbaan. Een leuk thema. De Time Machine. Kom je tegen. Zou zeker zeggen, stap in. Dat is wel een heel leuke attractie eigenlijk. Nou, we gaan even kijken. Daar komt er een aangespind. Eens kijken hoe die doet. Voordat we daar zelf een ritje gaan meemaken. Aan deze achtbaan. Kijk, hoppa. Stappen de volgende mensen erin. Kijk, beugeltje dicht, hè. En ga naar mij. Gaan we hier lopen een stukje. Natuurlijk is de oudscooter ook present hier op de kermis. Altijd zo schoonlijk. Er staat nog de mooie safari trip. Zoals we hem kennen op de kermis en vaker al gezien hebben. Een heel mooie attractie. Even mensen kunnen plaatsnemen. De safari trip. Echt mooi hier. Dan hebben we hier nog onder andere de autoscooters. Dat ze ook op de kermis aanwezig zijn. De kermis is trouwens weer verplaatst naar het oude plein. Ook wel heel leuk. Dan zal ik de impact natuurlijk aan de kleinere zaakjes voor de kinderen. Ook de breakdance is present. Nieuwe kleur is opgekomen. Kijk, mooie restyle toch? Al zeg ik het zelf. Ik vind het wel een hele mooie restyle, echt waar.
echt heel goed gelukt op deze machine. Dat doet de impact van hamers. Ook deze attractie heeft niet stilgestaan. Een mooie restyle geweest. Zie je allemaal die mooie nieuwe kleuren. Gaat met de rijen. De Power Dancer van Witte. Nou, we staan hier bij de mooie ijszaak. Oh, wat is het, hè? Kijk, lekkere ijsjes met de warm weer. Altijd heel goed om te doen. En vergeet niet hier de bulldozers. Ja. Prachtig van de zaak. En dan staan we hier bij de Living Dinosaur. Een attractie op zich. Nou, vergeet natuurlijk niet de andere attracties allemaal te bekijken eigenlijk. Er zijn toch wel heel leuke attracties hier, de Grijpers. En vergeet natuurlijk de skibal niet om een bezoekje te brengen. Eentjes hengelen. Kijk hier, Schwinkels event. Natuurlijk met de frietkraam. En de bratwurst. Happy Travel niet aan de overzijde, maar je wel lekker kunnen drinken. Ja, dan gaan we weer verder bij de Crazy Spider. Echt weer leuk om deze te zien hier. Er staat altijd een hele. De laatste keer stond hij ook maar in gelijn. Had een hele leuke rit, leuke muziek, eigenlijk voor de ganse familie. Hier natuurlijk, kan er allemaal de viskraan. En hier dan de kindermolen, hoe kan het ook anders? En aan de overzijde de schietkraan, die mag ook niet missen op de kermis. Iedere kermis staat wel een schietkraan en die hoort er gewoon duidelijk bij. Natuurlijk het gebak, moet je niet vergeten. En hier natuurlijk de kraampjes. Hoe kan het anders? De top. En natuurlijk, touwtje trekken. Wat hebben we hier? De Jumbo, een familieattractie voor groot en klein. Hier de suikerspinkraam, die hoort op iedere kermis thuis. Jumbo! Einde van deze vlucht. Als je rechtdoor kijkt, zie je de buggy ride. Ook een attractie die op hele kermissen thuis hoort. En hier natuurlijk de popcorn en de noten, niet vergeten. Ja, dan lopen we nog een stukje door en dan zien we de Rue de Paris al komen. En de Rue de Paris is een leuk loopvermaakzaak. En deze hoort trouwens wel op de kermissen thuis. Ik heb een paar jaar geleden met Marcus uit Duitsland gedaan. Maar als
niet mee, dat doen we er eens aan. Dus we kijken dan maar even hier op deze mooie attractie hier. Moet je kijken. Hoppa. Hele mooie decoratie zit hierop. Kijk hier. Kan je mooi water schieten. En dan hebben we El Mundo, een mooie vliegmolen. En vergeet deze daar natuurlijk niet. Oh god, wat is het warm. Het is eigenlijk veel te warm nu voor een kermis. Wel een hele mooie kermis. En vanaf 1:30 kun je erin. Dan heb je hier nog de Safari Fun Kassa erbij. Kleine achtbaan. De Jungle. Leuk familiezaakje. Heel leuk om te zien. Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij dan. Hoppa. Andere kant uit en op naar boven. Hele mooie zaak eigenlijk om zo te zien. Nou, hier ook nog een portie grijpertjes. Ja, ja, het was een kermis zonder snoepkraam eigenlijk, hè? Ja, ja. En dan krijg je een finale te horen en hier stopt die mooie spider weer met zijn ritjes. Dat is een heel mooie zaak altijd. Altijd mooi om te zien. Hier kun je lekker gyros eten. En natuurlijk de kijk en rol. En een dagje voor de kinderen. Dit is een mooie kleine zweefmolen. Ja. Hier nog een leuk terrasje opgebouwd. Waar je even lekker kunt chillen. Ik kom hier aan bij de penalty shot. En deze uitvoering heb ik een nootje gezien. Echt een rondje eigenlijk. En ook allemaal die grote prijzen winnen. Ja, je kunt hier ook nat laten worden hier. Ze hebben een sproeier neergezet. Ik zou lekker nat worden. Ben ik er nog één sprongen? Ja, die kan er weg, hè? Nou, hier ook altijd prijs. Ja. De strijkerspinkramen.
Hier nog de grijpers. Ja, vergeet niet dat er eten, jongens. Twisted chips, hè? Lekker. Zo. Een Toys World. En hier nog een korte laatste blik over deze kermis. Alvorens we weer naar huis gaan. Nou, daar rest me nog één ding om te zeggen. Heel leuke kermis hier in Heerlen. Helaas niet druk, maar toch wel een hele mooie achtbaan wat hier staat. De Time Machine, de coaster van Buwalde. De hele mooie breakdance van Witte, de Power Dancer. En vergeet natuurlijk de hele andere zaken niet. Ook heel mooi geverfd. Die van de Impact van Hamers. Ook heel mooi in de verf gezet. We zullen het zien de komende tijd. We gaan nog een paar kermissen doen dit jaar. Een paar pretparken, dierentuinen. En vergeet natuurlijk niet te liken. En misschien zien we ons op de kermis. En dan gaan we natuurlijk een rondje wagen in een mooie attractie. Vergeet niet te liken natuurlijk. En tot de volgende keer.